Eerst wil ik een persoonlijk feit maken dat op het punt van extreem rechts en al dat soort kwalificeringen. Ik neem dat de heer Van Baarle behoorlijk kwalijk. Ik neem daar volledig afstand van. Nu mijn interruptie, voorzitter. De heer Van Baarle vraagt om bewijzen. En een van de bewijzen is bijvoorbeeld het onderzoek van de Columbian University. Die heeft vastgesteld dat er helemaal geen enkel vorm van hongersnood in Gaza is. Geen enkele vorm van hongersnood. Dat bevestigt ook COGAT, maar ook nog een keer een dokter in de geneeskunde, Avi Bitterman. Nog een bron, nog een bewijs dat er geen hongersnood is, was en zal zijn in Gaza. Dus waarom gaat u door met het verspreiden van de leugens over hongersnood, terwijl die er niet is? Want het zet juist aan tot haat tegen het Israëlische volk. En dat neem ik u echt kwalijk. Meneer Van Baarle. Ja, voorzitter, eerst even over dat persoonlijke feit over extreem rechts. Ik heb tot op de dag van vandaag nog niet gehoord dat de PVV de nazistische omvolkingstheorie die vanuit dit vak jarenlang gespuit is, dat die wordt teruggetrokken en daar excuses voor komen. Ik heb van de PVV tot op de dag van vandaag nog niet gehoord dat die misdadige uiting, dat het Palestijnse volk een nepvolk zou zijn, dat die wordt teruggenomen en dat daar excuses voor komen. Voorzitter, als het kwaakt als een eend, als het vliegt als een eend, dan moeten we het ook zo benoemen. En de PVV is een extreem rechtse partij en ik vind dat ik dat mag zeggen. Voorzitter, dat de heer Ram Kogat opvoert, dat is natuurlijk logisch. Want Kogat is de spreekbuis van de Israëlische regering die, naar gelang ze dat mij willen, propaganda de wereld inslingert om de misdaden van de extreemrechtse regering van Netanyahu te legitimeren en te bagatelliseren. We hebben in de wereld een organisatie die expertise heeft op het gebied van het vaststellen of er hongersnood is in de wereld of niet. Die organisatie die is onderdeel van de Verenigde Naties. En die constateren dat er sprake is van rampzalige honger in Gaza. We lezen de berichten van mensen die zeewater moeten gebruiken, die zeewier eten. We zien de mensen de beelden in vluchtelingenkampen. Niet alleen van hongersnood, maar de verkoolde lichamen van kinderen. De verkoolde lichamen van kinderen nadat de Israëlische regering vluchtelingenkampen heeft gebombardeerd. En tot mijn spijt moet ik constateren dat de PVV de kant kiest van het kwaad. Dat de PVV de kant kiest van het goedpraten van de oorlogsmisdaden van de Israëlische regering, alleen maar om de belangen van de regering Netanyahu te dienen. En voorzitter, daar is maar één woord voor. Dat is verschrikkelijk. Heer Ram. Ja, voorzitter, ik heb behoorlijk wat drek aan u uit de mond van de heer Van Baarle gehoord. Ik vind het echt schandalig dat de heer Van Baarle dit soort onzin loopt verkondigen. Dat er geen hongersnood is, dat wordt meerdere malen bewezen door verschillende bronnen. COGAT, de University of Columbia en hier een dokter in de geneeskunde die direct aangeven dat er genoeg voedsel is. En dat wordt ook bevestigd door de Famine Review Committee, die ook die hongersnood, vermeende hongersnood, heeft onderzocht. En die zegt, er zijn meerdere bakkersbedrijven die ongeveer een paar miljoen broden per dag maken. 2000 vrachtwagens per week die Gaza binnenkomen. De grootste humanitaire operatie in het Midden-Oosten van dit moment. Of notabene gefinancierd door COGAT en door de Israëlische bevolking. En dat ook nog in het licht van 7 oktober, de gigantische aanslag met 1200 doden. En toch doet het Israëlische volk dit. Dus humanitaire hulp op zo'n grote schaal. En dat u dat beeld wil laten voortduren, dat er maar alleen maar hongersnood is, terwijl dat er niet is, is een hele kwalijke leugen. En ik wil graag dat u daar afstand van doet. Nou, Van Baarle, en graag wat korte antwoorden. Kijk, we hebben dit onderwerp al heel veel besproken, dus wat bondiger. De heer Van Baarle. Nou, voorzitter, de heer Van Baarle neemt nooit op commando afstand en zeker niet op commando van de extreemrechtse PVV. En voorzitter, de PVV die staat erom bekend dat ze de internationale instituties willen ondermijnen. We hebben elkaar, met elkaar als wereldwijde gemeenschap, een instituut waar we van zeggen, dat vertrouwen we en daar beleggen wij
oordelen over conflicten in de wereld, over oorlogen, over honger, beleggen wij daarbij. Dat is de VN. En de VN geeft aan dat er sprake is van rampzalige honger in Gaza. En ik begrijp dat de PVV de oorlogsmisdaden van de regering Netanyahu probeert goed te praten, want de PVV heeft jarenlang op de payroll gestaan van organisaties die banden hebben met het Israëlische leger. En we hebben zelfs berichten gezien dat een Kamerlid van de PVV, namelijk de heer Marcus, over banden zou hebben met de Mossad, in verband zou zijn van de Mossad. Dus voorzitter, dit is ook een geval van buitenlandse inmenging. De PVV loopt aan de leiband van de Israëlische regering, is de praatpapagaai van Netanyahu. En daarom snap ik dat ze dit in het debat uiten. Heer Ram. Ja, voorzitter, ik spreek u nu toch aan. Dit soort beschuldigingen, dat kan toch niet in dit parlement, dat je iemand zomaar beschuldigt van banden met de Mossad en weet ik veel wat. Dat kan toch niet, voorzitter? Er wordt verwezen naar artikelen waarin dit staat. Dat helaas is gewoon ik heb het niet een feit. Dus ik ga er niks over zeggen. Meneer Marcus Houder is hier helemaal niet eens. Je kan zich niet eens verdedigen tegen dit. Het is toch het goed gebruik dat dat niet wordt gedaan in dit parlement. Er wordt verwezen naar berichten uit de media. En in die mediaberichten zijn er. Ja, voorzitter, ik wil toch even terugkomen op de vermeende hongersnood. Die heeft hem van Baarle continu noemt. Daar is geen sprake van. COGAT die heeft de grootste humanitaire operatie op dit moment in het Midden-Oosten. En dat in het licht van 7 oktober. Wat Hamas, die radicaal-islamitische Hamas, heeft gedaan. Dat betekent dat Israël echt een liberale democratie is die de mensenrechten voorop stelt. En dat is iets wat u blijft ontkennen en dat vind ik heel erg kwalijk, voorzitter.